Het Polytechnisch College Suriname, PTC, heeft gisteren tijdens een open dag geïnteresseerde studenten geïnformeerd over haar studieprogramma's. Directeur Robbie Holban zegt dat deze hogeschool het belangrijk vindt dat studenten de opleiding kiezen die het beste bij ze past. Holban wijst er ook op dat studenten de mogelijkheid hadden om gelijk ter plekke interne en externe studiefinancieringen te bespreken. We hebben ook een aantal financieringsinstanties hier. We hebben twee banken die hier de mogelijkheden voor de studenten aan het uitzoeken zijn en ze informatie aan het geven over welke manieren zij de studie kunnen financieren. Daarnaast hebben wij ook onze eigen financiële afdeling die de studenten ook van onze interne financiering kan uitleggen. Een heel belangrijk aspect die ik ook wel mee wil geven is dat we dit jaar ook de mogelijkheid hebben voor het geven van beurzen aan studenten. Die beurzen worden gefinancierd door bedrijven. Een aantal bedrijven hebben toegezegd dat zij de studie voor studenten willen bekostigen. Het enige wat studenten moeten doen, ze moeten wel akkoord gaan dat ze voor de bedrijven gaan werken. En de programma's, of niet de programma's, maar de projecten en afstuderen, dat die gedaan worden binnen het bedrijf. En dus voor een langere tijd in het bedrijf gaan zitten. Dus dat zijn nieuwe mogelijkheden die studenten ook hier hebben. Dat ze dus ook beurzen kunnen krijgen om de studie te kunnen financieren. Holban liet weten dat de HBO-opleiding diverse programma's heeft, zowel op bachelor als op masterniveau. Hij geeft aan dat studenten die geslaagd zijn van alle middelbare scholen in Suriname zich kunnen inschrijven. Afhankelijk van hun studiepakket kunnen ze dan kiezen voor een opleiding bij het Polytechnisch College. Het nieuwe collegejaar voor PTC start in januari 2023. Van oktober tot en met december hebben we voor onze nieuwe studenten hebben we wat wij noemen onze pre-college, waar wij de verschillen die er zijn van de verschillende instituten, de verschillende instroomscholen, VWO, HAVO, NATO en AMTO, dat wij daar zoveel als mogelijk proberen de studenten gelijk te krijgen. Tegelijkertijd weten we dat vanwege COVID er wat achterstanden zijn geweest. Dus tijdens ons pre-college zijn wij bezig onze studenten zoveel als mogelijk naar het niveau van middelbaar te trekken, zodat zij feilloos de studie bij PTC kunnen vervolgen wanneer we in januari starten. In januari, de eerste week van januari, hebben we dan ons formeel openingscollege. Het Polytechnisch College Suriname is een hogeschoolinstelling die zich richt op beroepsgerichte technische opleidingen. Het werd op 21 februari 1997 opgericht in Paramaribo.